Welkom in Egmond aan Zee. We doen vandaag de nieuwjaarsduik, eerste dag van het jaar natuurlijk. Waarop we om 2:30 met z'n allen gaan verzamelen. 2:15 begint de warming-up. Ja, we zien allemaal! Fiorita. Zo'n warming-up voor de deelnemers? Nou, zoals je voelt is het een aardig windje. Ja. En dat lijf is natuurlijk anders hartstikke koud. Dus het is fijn dat die temperatuur al wat omhoog is. Dat ze lekker kunnen afkoelen in de zee. En dan hup, snel die warme kleren weer aan en terug naar huis aan de borrel. Ja. Ja, is het ook om blessures te voorkomen? Jazeker. Je kan natuurlijk in één keer kunnen de spieren een klap krijgen door die kou. En dat willen we niet. Dan loop je best wel moeilijk het water uit. Ja. Zink je misschien ook wel, ja. En dan om 2:00 duiken we met z'n allen het zeetje in. Hoeveel mensen zijn er die straks gaan duiken? Ik verwacht tegen de 2000 aan. Een nieuwjaarsduik moet iedereen een keer gedaan hebben. Let's go! Yes! Heel koud, echt heel koud. Koud en ja, ook wel voldoening. Dat hebben we net weer gedaan. Heerlijk. Lekker verfrissend. Lekker man. En dan weer drinken. Waarom doen we dit? Ja, ik zou het echt niet weten. Het moet. Het is een traditie een beetje geworden. En volgend jaar weer? Ja, al sneeuwt het natuurlijk. Mijn dochter was gisteren jarig en we zaten met z'n allen en we zeiden, weet je, laten we gewoon eens wat geks doen. Wij komen gewoon hier uit Egmond. Ja, gewoon uit Egmond. En we deden dit met de hele klas. Dus volgens mij hadden we zeg maar, gingen groep 8 duiken om de laatste keer nog met z'n allen iets leuks te doen. En toen is het steeds meer geworden en nu is het een traditie voor onze school. Ja, ik kan geen Nederlands praten, maar het was echt leuk. Het was superleuk, superkoud, maar superleuk. En wat maakt nou echt leuk dit te doen? De hele sfeer, iedereen die enthousiast is, alle mensen die denken, ja, laten we dit gewoon doen. Ik vind het, ik denk dat ik het volgend jaar gewoon weer doe en nog meer mensen optrommel. Ja. Ik had altijd al wel een keertje willen doen en nu werd ik meegevraagd, dacht ik, ja, waarom niet? Maar nu weet ik waarom niet. En zometeen? Opwarmen met ettensoep en warme choco. Ja, we hebben twee restaurants die de ettensoep voor ons maken. Dus niet uit een blikje, maar gewoon echt lekkere, verse, stevige ettensoep. Heerlijk. Ja. En daarna natuurlijk de horeca voor een lekkere borrel.